We hebben inmiddels 15 presentaties achter de rug. En vandaag was het dan de beurt aan Aston Martin om hun nieuwe auto voor 2024 te onthullen, namelijk de AMR 24. En Ronald, om er gelijk met de deur in huis te vallen: de livery is niet heel erg veranderd, maar wat valt er wel op aan deze nieuwe auto? Ja, nou ja, livery inderdaad uh, niet echt, behalve dat wat sponsoren op iets andere plekken zijn neergezet, maar dat mag eigenlijk nauwelijks een naam hebben. Uh, wat er wel opvalt gaat natuurlijk over de auto zelf. Hè. Die auto zelf is op sommige fronten uh, evolutie. En op sommige fronten zijn er wel dingen echt nieuw. Nou wat is evolutie? Uh, bijvoorbeeld te zien bij de, bij de sidepods. Aston Martin had al vorig jaar de, de downwash sidepods. Die sterk op Red Bull zijn geïnspireerd. Maar waar een waterslide, zoals de Engelsen dat noemen. Dus een soort sterk aflopende glijbaan aan is toegevoegd. Nou die aspecten zie je nog wel een beetje terugkomen. Dus dat is vooral evolutie. Uh, wat is dan echt nieuw? Nou, beginnen we aan de voorkant met, uh, met de neus en vooral de voorvleugel. Uh, die voorvleugel is toch wel bedoeld om weer wat meer outwash te genereren, dus de luchtstroom naar buiten te dirigeren. Heeft de VIA eigenlijk liever niet, want het is niet helemaal in de geest van het reglement, zoals dat zo mooi heet, hè? omdat je toch de anderen daarmee weer in de vuile lucht probeert te zetten. Uh, maar goed, daar hebben teams Maling aan, want die kijken natuurlijk primair naar hun eigen performance. Dus dat is een verandering, maar bij FAR de grootste en de belangrijkste is aan de achterkant te vinden, uh, namelijk de achterwielophanging. Ik heb al vrij veel in deze video's over de, de ophanging gesproken. Eigenlijk, afgelopen winter, met ook een artikel bij ons op de website, zag ik dat al een beetje aankomen dat veel teams misschien toch wel Red Bull zouden volgen. Uh, Red Bull heeft al twee jaar een pullrod aan de voorkant en een pushrod aan de achterkant. Nou, uh, Aston Martin had vorig jaar exact het tegenovergestelde. En heeft aan de voorkant nog steeds het tegenovergestelde. Oftewel, Aston Martin rijdt voor nog altijd met een uh, duwstang-ophanging. Dus niet wat Red Bull heeft. Maar aan de achterkant rijden ze dit jaar wel met wat Red Bull in de voorbije jaren had. Namelijk wel met een pushrod. Zij hebben die, uh, <coughs> die switch gemaakt. Nou, uh, wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Hè? Uh, bij een pushrod komen die inboard suspension onderdelen wat hoger te zitten. Dat wil je misschien aan de voorkant, althans is het idee van Red Bull niet, omdat het dan het zwaartepunt hoger komt en dat wil je zo laag mogelijk hebben. Maar aan de achterkant heeft Red Bull bijvoorbeeld wel een pushrod, en Aston Martin vanaf dit jaar dus ook, uh, omdat dat beter bij de aerodynamica aan kan sluiten. Om het dan wat hoger te hebben, uh, maak je meer ruimte voor de luchtstroom, voor het flessenhalsgebied. Uh, dus dat is een beetje het idee wat erachter zit. Maar goed, ik zeg Aston Martin volgt. Red Bull, dat gebeurt ook wel, maar Aston Martin volgt vooral Mercedes. En nu wordt hij interessant, uh, want dit heeft hoogstwaarschijnlijk, hele grote kans, hoogstwaarschijnlijk al wel iets verklapt voor wat Mercedes komende woensdag gaat laten zien. En dat natuurlijk, hè, iedereen zit te denken, na die twee jaar, wat gaat Mercedes, het, het gevallen kampioensteam, doen om toch weer op te krabbelen? Nou, waarschijnlijk is dit een van de dingen, uh, omdat Aston Martin natuurlijk een klantenteam is... En die pakken de versnellingsbak van Mercedes. En die pakken in de voorbije jaren ook die achterwielophanging configuratie van Mercedes. Uh, en dus is dit, dat, waarschijnlijk, uh, dat Esther Martin sowieso die uh, switch maakt naar een pushrod... ...is hoogstwaarschijnlijk een signaal dat Mercedes het ook doet. Dat hebben ze bij Esther Martin zelf ook al gezegd. Uh, en dat is heel leuk, want Williams gaat dat hoogstwaarschijnlijk ook doen. Maar Williams deed daar vorige week heel geheimzinnig over. Omdat teambaas James Fowles toen zei... De grootste verandering bij onze auto is aan de achterkant te vinden. Uh, maar daar hou ik nu nog even geheim en daar gaan we het in Bahrein met z'n allen wel uitgebreid over hebben. Maar ja, dat hoeft nu al niet meer, want we weten nu al wat het is. Het is gewoon die switch van pullrod naar pushrot. Uh, dus dat is bij Aston Martin sowieso aan de orde. Dat is bij Williams aan de orde. En komende woensdag zal waarschijnlijk blijken dat het ook bij Mercedes aan de orde is. Dus uh, ja, dit is een klein beetje een, uh, een soort spoilertje denk ik. Dus uh, ja, dat is wel interessant. Ja, precies, nou, daar hoeven we gelukkig niet meer lang op te wachten, want woensdag is het natuurlijk al zover. Je zei het al even. Um, terug naar Esther Martin. Want vorig jaar kende het team natuurlijk een geweldige start van het seizoen. Alleen daarna zakten ze dan wat terug. Hoeveel vertrouwen hebben ze erin dat ze nu weer goed uit die startblokken kunnen komen? Ja, kijk, cruciaal is om dan dat dipje natuurlijk te begrijpen. Hè? Want je moet natuurlijk weten wat de fout ging om het niet nog een keer te laten gebeuren. Uh, nou, dat dipje heeft, heeft meerdere oorzaken. Om te beginnen zei Aston Martin, wij zijn ook rond die periode zijn we overgegaan naar een nieuwe fabriek. Maar ze zeiden er meteen bij, dat mag geen excuus zijn. Nou, factor 2 is al wel vaker in de F1 Update benoemd. Hè? Flexi Wings, vorig jaar veel over gehad. Uh, de FIA heeft al voordat die technische richtlijn uitkwam met Aston Martin, specifiek Aston Martin... Om tafel gezeten. Dus ja, de clampdown on FlexiWings heeft absoluut een rol gespeeld in dat dipje, in die performance dip. Omdat je met FlexiWings natuurlijk het beste van beide werelden qua downforce niveaus kunt verenigen. En dat kon toen niet meer. Uh, dus dat speelt een rol. En ten derde, wat ook gewoon het allerbelangrijkste is voor dit verhaal, is uh, verkeerde afslagen in de doorontwikkeling. Uh, ze hebben wat verkeerde keuzes gemaakt met updates. En dat is natuurlijk cruciaal dat dat niet meer herhaald wordt. Maar om jouw vraag te beantwoorden, heeft Dan Fellows daar best wel. Vertrouwen in, omdat Dan Fellow zei: Kijk maar naar het eind van 2023. We stonden bijvoorbeeld in Brazilië weer op het podium. En daar putten wij heel veel hoop uit dat we toch wel weer momentum hebben richting dit nieuwe seizoen. Uh, waarbij. Ja, zij natuurlijk ook die Red Bull hè, richting volgen. Dat hebben we net over gehad met de ophanging. Maar zei Dan Fellows, ook zelf afkomstig van Red Bull natuurlijk. Uh, het zit nu echt in de details. Hij zei heel veel teams met de sideports, met de ophanging. Volgen wel het grotere concept van Red Bull. Maar in de details, bijvoorbeeld de onderkant van de vloer. Hè, hoe, hoe dat qua details in elkaar zit. Nou, dat hebben we nog natuurlijk niet gezien. Uh, maar hij zei daar zit nog heel veel rondetijd in. Dus daar gaat het nu op aankomen. Maar zei hij, ik ben er wel van, uh, van overtuigd. En dat zei hij letterlijk dat Red Bull beatable kan zijn. Uh, misschien nog niet meteen, maar wel op termijn. Dus hij, ja, dat is ook de mindset die natuurlijk als team moet hebben, anders kun je bij je blijven. Maar hij zei, ik denk dat Red Bull op termijn echt wel te verslaan is. Met één kanttekening dat Esther Martin wel zei, we moeten nu ook op ons eigen pakket focussen. Omdat de mensen weten het misschien nog wel van uh, 2023. Toen was Esther Martin heel goed in langzame bochten. Hè? Alonso was ook heel goed in Monaco. Maar waren ze vrij zwak. Uh, Oprechte stukken. Ze stonden eigenlijk altijd onderaan in de speed traps, omdat ze gewoon van nature veel te veel drag hadden. Nou, met een nieuwe achtervleugel proberen ze dat aan te pakken, maar ja, het gaat verder dan dat. Het gaat over de hele aerodynamica. En dus zeiden ze: met dat als heel belangrijk verbeterpunt proberen wij in ieder geval eerst op. Alles circuits goed te zijn en niet meer heel goed in langzame bochten en heel slecht op rechte stukken. Zij proberen de auto wat meer tot een allrounder te maken. Ja, en pas als dat lukt, dan denken ze dat Red Bull op termijn eventueel te pakken zou kunnen zijn. met alle slagen om daarom. Nou, dat zou natuurlijk wel ontzettend mooi zijn voor ons als fans: hè? dat die twee teams dan met elkaar de strijd kunnen aangaan en dan nog andere teams erbij. Maar goed, de tijd zal het leren. Als we dan even kijken naar het rijdersduo, want uh, die blijft uh, ja, onveranderd met Lance Stroll en Fernando Alonso. Maar goed, Alonso, die is inmiddels wel 42 jaar. Hoe lang denkt hij eigenlijk nog door te kunnen gaan in de Formule 1? Ja, dat is altijd een thema in de, de media-sessies voorafgaand ja. aan het jaar. Uh, die media die waren trouwens gisteren al, gisteren onder, uh, onder embargo. Uh, maar daarin zei Alonso van ja, ik dacht altijd hè, dat, dat dat 40, 41, dat dat wel een beetje het maximum zou zijn, dat ik dan wel zou moeten stoppen. Maar goed, hij zei, ik ben nu al 42 en ook dit komt ieder jaar terug. Uh, hij zei, de uitslagen van mijn fysieke tests zijn beter dan ooit tevoren. Uh, nou, dat zegt hij dus ieder jaar om ook te benadrukken dat leeftijd maar een getal is hè, en dat hij nog prima mee kan, wat hij natuurlijk op het circuit ook gewoon, laten we eerlijk zijn, uh, absoluut wel laat zien. Maar hij zei: Al die uitslagen zijn beter dan ooit tevoren. Ik heb ook mijn uh, training een beetje aangepast. Hè. Hij heeft een, een, een voedingsdeskundige in de arm genomen. En hij legde ook uit dat hij wat dingen anders gaat doen dit jaar. Bijvoorbeeld voor de echt hele verre reizen. Dus voor Australië, voor Japan, voor dat soort races. Uh, ging die normaal, ging hij relatief vroeg heen. Om al een beetje te kunnen wennen qua jet, jetlag. Maar hij zei: Dat doe ik niet meer. Uh, ik ga nu later heen. Omdat ik merk dat al die dagen van huis, om eerder heen te gaan. ...zuigt ook gewoon energie uit je lichaam. En dat ga je merken aan het eind van het seizoen. Uh, dus hij zei, dat zijn allemaal dingen die ik ga veranderen. Waarbij de vervolgvraag een beetje luiden. Nou, als die uitslagen zo goed zijn en met alle dingen die jij gaat veranderen... ...kun je dan niet gewoon door blijven rijden tot je vijftigste? Uh, nou, toen moest hij dan zo'n beetje lachen. Maar hij zei hij heel serieus van, ja, fysiek kan dat misschien wel. In ieder geval hoe ik mij nu voel. Uh, alleen zei hij van, ja, het gaat ook om een andere vraag, namelijk... Uh, hoe, hoeveel wil je ervoor opgeven? He, hij zei, ik heb al uh, iets van 23 jaar volle bak voor de Formule 1 gegeven. Dat klinkt een beetje zwaar. Hij zei, ja, zo bedoel ik het niet, hè, want ik heb enorm genoten. Maar ik moet er ook heel veel dingen voor, um, voor laten. En hij zei, daar hangt het meer vanaf. Van, ja, fysiek kan ik misschien wel tot mijn vijftigste door. Uh, maar wil ik dat ook? Want hij zei, ik heb ook heel veel andere interesses in mijn leven. Uh, dus dat is eigenlijk de hamvraag bij Alonso zelf. Uh, twee dingen die ja, dat vind ik altijd leuk, die altijd dus terugkomen in media sessies. De eerste noemde ik al, uitslagen van mijn fysieke test zijn dit jaar beter dan ooit. Uh, hebben we vorig jaar gehoord, ja, daarvoor ook nu weer. Nou, dat blijf ik toch leuk vinden. Geeft ook aan hoe gretig Alonso is. En het tweede wat ook ieder jaar terugkomt, die kun je bijna invullen, is dat Alonso ieder jaar zegt voorafgaand aan de wintertest. Uh, ik vind het schandalig hoe weinig testdagen wij hebben. Nou, zeker vorig jaar en dit jaar natuurlijk. Hè, het zijn er maar drie. Dat betekent anderhalf per coureur. En dan is een letterlijke quote, gaan we het ook vast bij de testdagen zelf nog wel over hebben. Uh, maar is altijd van ja, ik ken geen enkele sport ter wereld, zegt Alonso dan. Waarin de atleten maar anderhalve dag trainingstijd krijgen voordat ze een WK moeten spelen. Hè, want Formule 1 is natuurlijk een wereldkampioenschap. Uh, dus hij zei ja, dat, dat vind ik schandalig. Ik ken geen enkele sport waarin dat gebeurt. Uh, dat zijn een beetje twee van de usual suspects. Maar dat, ja, dat vind ik wel leuk, omdat Alonso natuurlijk in mediasessies precies weet wat hij zegt. En deze twee dingen mogen nooit, uh, mogen nooit ontbreken. Nee, precies. Want uiteindelijk denk ik, het maakt hem niet zoveel uit. Want hij rijdt nog steeds in de Formule 1, ook al is hij 42 jaar oud. Dus hij zal het uh, leuk genoeg vinden om te doen. Ja, ja, dat ook. <laughs> um, maar goed, om uh, af te sluiten. Hè. Begin van deze maand kwam dan het grote nieuws naar buiten. Dat een voormalig teamgenoot van Alonso de overstap maakt naar een team waar Alonso ook zelf voor heeft gereden. En dan hebben we het natuurlijk over Lewis Hamilton en Ferrari. Hoe kijkt Alonso eigenlijk naar die uh, move? Ja, nou, om te beginnen in die media sessies met een, een klein sneertje uh, richting Hamilton. Want goed, Alonso kreeg ook de vraag van, ja, Lewis zei, hè, het is een, 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 een childhood dream, dus een, een jongensdroom om toch ooit voor Ferrari te kunnen rijden. En toen zei Alonso heel droogjes, nou, twaalf maanden geleden was het geen jongensdroom van Hamilton. En zelfs twee maanden geleden was het geen jongensdroom van Hamilton. Ja, die twee zijn ook, hè, Alonso en Hamilton zijn geen vrienden, dus, dus zo'n sneertje past daar wel in. Maar Alonso zei, ja, ik vind het vooral heel uh, verrassend omdat Hamilton toch altijd zo loyaal was aan Mercedes en dat ook uitsprak. Uh, dus hij zei, ja, dat op zich vind ik het apart. Maar, zei hij, verder ben ik er ook totaal niet mee bezig wat Lewis Hamilton doet. En interesseert me dat eigenlijk ook niet. Hij zei, ik kreeg het nieuws ook pas later mee dan alle anderen. Want hè, het de die dag natuurlijk al door. Maar Alonso zei, ik was aan het trainen, dus ik heb het eigenlijk pas een dag later een beetje, een beetje echt meegekregen. Terwijl Pierre Gasly aan de andere kant zei, ik wist het al heel lang, maar het werd nog geheim gehouden. Uh, dus dat is wel een, een verschilletje. Nou, het was zien dat ze dus niet heel veel met elkaar praten, die twee. Oh nee, 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 nee. Alonso en Hamilton. Nee, nee, die, 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 die relatie is uh, niet fenomenaal goed. Maar goed, uh, ondanks dat ze wel heel veel respect voor elkaar hebben, hoor, dat benadrukken ze ook altijd. Dus we moeten er ook weer niet te veel achter zoeken. Nee. Uh, maar goed, een, een, een ander element wat hier natuurlijk bij hoort is dat Mercedes een, uh, een zitje vakant heeft en dat ook Fernando Alonso daar al wel aan is gelinkt. Uh, nou, werd gevraagd, natuurlijk, hè, van ben jij in beeld met Mercedes? Zijn er contacten geweest? Nou, Alonso verwees eigenlijk een beetje terug naar mijn vorig antwoord, hè, wat ik zei over de leeftijd. Is dat Alonso zei van ja, ik moet eerst voor mezelf kiezen, want zijn contract loopt eind dit jaar af, uh, of ik nog door wil in de Formule 1. En zo ja, voor hoeveel jaar ik door wil in de Formule 1. En zo ja, bij welk project, omdat hij aangaf, ja, ik, ik wil niet voor uh, spek en bonen meerijden. Ik ben niet iemand die het leuk vindt om hier te zijn en die dan maar mee blijft hobbelen. Nee, zei hij, ik wil echt. Winnen, of in ieder geval, ik wil bij een project betrokken zijn waar ik wat voor voel. Nou, hij gaf aan: Aston Martin is dat. En dus zei Alonso: van ja, als ik doorga en als ik voor, nou, de termijn heb vastgesteld voor mezelf, dan is Aston Martin sowieso mijn eerste gesprekspartner. Dus ga ik eerst met hen om tafel. Maar goed, dat hebben we ook eerder gehoord. Hè? Hij zei ook: uh, Alpine is mijn eerste gesprekspartner. Toen was hij ook meteen vervlogen. Uh, en hij zei er nu wel bij, nog. Ja, dus Dat, dat zet een klein beetje aan het denken. Hij zei er wel bij: van ja, uh, van al die meervoudig wereldkampioenen. Hè, kijk naar nou Verstappen en een, een, een Hamilton. Die liggen nu allemaal vast. Ik ben de enige die een afgelopen contract heeft. Dus die nog geen deal heeft voor 2025. Dus in theorie kan die overal heen. Uh, alleen Alonso zei zelf. Dus van ja, stap 1 is voor mijzelf beslissen. Wil ik door? Stap 2 is ook de termijn. En dan stap 3 is kijken welk team. En hij zei: van ja, ik ga eerst met Aston Martin om tafel zitten. Maar goed, dit onderstreept eens te meer dat Silly Season nu al hè, veel eerder dan normaal in juni en juli. Uh, dat het nu al is ontploft. En dat het alle teams, dus ook Aston Martin, uh, ja, toch wel beïnvloedt. Dus uh, ook met, betre met betrekking tot Alonso gaan we het hier nog wel vaker over hebben, denk ik. Ik wou zeggen, dat geeft toch ook wel een duidelijke hint dat hij dan ja, vanaf 2025 weer uh, beschikbaar is. Dus ja, ja wie weet uh, wat dat weer gaat opleveren aan nieuws. Dankjewel Ronald, tot zover de Aston Martin presentatie. En gelukkig hoeven we niet lang te wachten tot de volgende. Want morgen presenteert Ferrari om 12 uur s middags hun nieuwe auto voor 2024. En daarna zijn wij natuurlijk ook weer terug met een gloednieuwe F1 update. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.